Ik kom aan in Nederland en voor mij was het op dat moment van... Maar je was terug in Nederland? Toen je ik was in Nederland, ik moest optreden dezelfde dag. Terwijl ik voelde dat hij... Ja, dat hij die dag zeg maar zijn laatste adem uit zou blazen. Dat voelde ik. Maar ik wist niet zeker, mijn hele familie was daar. En ik dacht van, nou, ik ga dat optreden doen. Ik dacht van, ja, maar ik moet er eigenlijk zijn. En ja, ik was er niet. Ik was er niet toen hij zijn laatste adem uitblies. Ik was er niet. Ik was er wel meteen daarna, maar net dat moment was ik er niet. En want jij zat, jij zat in de bus onderweg. Ik zat in de bus, maar toen weer in de bus weer terug. Meteen weer terug naar mijn broer en naar mijn familie. En ik was net te laat. Ik heb daar wel last van gehad, de eerste paar maanden. Ik dacht van, oeh, weet je wel, dat is toch wel een moment dat ik heel graag even mijn moeder had willen vasthouden. En ja, wat ik wil zeggen, is het eigenlijk wel raar, omdat ik het heb aangevoeld dat eigenlijk die dag zou gebeuren.